Dank u wel. Er is een interruptie van de heer Van Meijeren van Forum voor Democratie. Ja, dank u wel, voorzitter. We zien op dit moment dat op steeds meer plekken in Europa een staat van medische apartheid wordt gecreëerd. In Griekenland zijn cafés en restaurants vanaf overmorgen alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden. In Frankrijk is de toegang tot alle openbare gelegenheden dadelijk alleen nog toegankelijk voor mensen met een QR-code. En ook in Nederland zien we dat dit glibberige pad wordt bewandeld. En daarom heb ik vorige week een motie ingediend met het verzoek de Kamer zich hier tegen uit te laten spreken. Waarin gewoon gezegd wordt, discriminatie wegens medische persoonskenmerken is niet toegestaan. En waarom heeft de VVD hier tegen gestemd? Mevrouw de Vries. Ja, omdat het volgens mij zo is dat de partij waar u voor in de Tweede Kamer zit gewoon helemaal geen maatregelen wil. Ik wil zoveel mogelijk maken op een verantwoorde manier. Ik denk dat testen voor toegang nog steeds een goede optie is om meer ruimte en eerder ruimte te geven. Moet dat systeem wel staan, moet de handhaving ook goed zijn. En moet er niet gefraudeerd worden en gesjoemeld met de QR-codes. Ja, daar zit u anders in. Ik ben daar wel een voorstander van. En die motie riep volgens mij op om daar een einde aan te maken. Ja, daar ben ik niet voor. De heer Van Meijeren. Ik vind het opmerkelijk dat mevrouw de Vries zegt dat ze tegen een motie stemt waarin de Kamer uitsluitend verzocht wordt om zich uit te spreken tegen discriminatie op basis van medisch persoonskenmerken. Omdat Forum voor Democratie een partij is die aan alle maatregelen een einde wil maken. Ja, wij willen aan alle maatregelen een einde maken, maar de motie riep niet op om aan alle maatregelen een einde te maken. Om een einde te maken aan de maatregelen waarmee een staat van medische apartheid wordt gecreëerd en mensen, Nederlandse burgers, kerngezonde mensen, worden gediscrimineerd. Waarom bent u voorstander van discriminatie op basis van medische persoonskenmerken? Mevrouw de Vries. Ja, voorzitter, niemand is natuurlijk voor discriminatie. Maar de teneur in het debat waarover gesproken is en wat dan ook de aanleiding voor de motie is geweest, is dat u een einde wilt maken aan testen voor toegang. Daar ben ik geen voorstander van. Dan kunt u wel zeggen, ja, dat staat niet in de motie, maar dat was wel uw bedoeling. En wij vinden het belangrijk dat we die mogelijkheden wel bieden, ook voor onze bedrijven en voor de ondernemers, om eerder en meer te kunnen. Nou ja, ik zal er een slot aan maken, maar ik constateer alleen dat mevrouw de Vries allerlei zaken verzint bij de motie die er helemaal niet in stonden, die ik ook helemaal niet genoemd heb in het debat. De motie riep gewoon op om ons uit te spreken tegen discriminatie op basis van medische persoonskenmerken en dat de VVD daar tegen stemt, vind ik buitengewoon zorgwekkend. Dank u wel. Ja, voorzitter, dat is een herhaling van zetten. Volgens mij blijft maar mijn eerdere antwoord. Niemand is voor discriminatie. En de bedoeling van uw partij was volgens mij een totaal andere. En dan kunt u allemaal zeggen dat het niet in de motie stond, maar het was wel degelijk uw bedoeling en daar trappen wij niet in. Dank u wel, mevrouw de Vries. Dan geef ik het woord aan de heer Van Meijeren van Forum voor Democratie. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Paternotte zojuist lyrisch opmerken dat steeds meer jongeren zich nu ook laten vaccineren. En hij trok daaruit de conclusie dat fake news verloren heeft. Maar daarmee gaat hij voorbij aan het feit dat het gros van de jongeren zich louter en alleen heeft laten injecteren. Omdat hen is voorgelogen dat ze daarmee hun vrijheid terug zouden krijgen. Zouden mogen dansen met Jansen en een Summer of Love tegemoet zouden gaan. Dus het lijkt er meer op dat fake news het hier gewonnen heeft. Maar ook maakt de heer Paternotte zich stevast schuldig aan misschien wel de grootste vorm van fake news in het hele verhaal. Door het constant te hebben over besmettingen waar hij positieve tests bedoelt. En daarom mijn eenvoudige vraag. Kan de heer Paternotte mij het verschil uitleggen tussen een besmetting en een positieve test? De heer Paternotte. Ja, besmetting is als iemand besmet raakt met het virus. Hè, dus dat van de een op de ander wordt overgedragen en dat je dan het coronavirus hebt. En de positieve test is als die persoon ook een test doet en die geeft een positieve testuitslag waaruit blijkt dat die persoon besmet was. De heer Van Meijeren. Nou, zorgwekkend dat na anderhalf jaar coronacrisis de heer Paternotte nog niet het kleinste benul heeft van het onderscheid tussen beiden. Ik zal het even kort uitleggen. Een positieve test houdt in dat er een klein stukje genetisch materiaal van het virus wordt aangetroffen in de keel. En een besmetting houdt in dat er daarnaast ook klachten zijn. Het heeft zelfs zijn grote held, de heer Van Dissel, vorige week in de technische briefing bevestigd. En nu zien we dat het grootste deel van die positieve test afkomstig is uit de testen voor toegangsstraten, waar mensen zonder klachten zich laten testen. Terwijl het aantal tests bij de GGD-locaties in veel mindere mate is toegenomen. Dus erkent de heer Paternotte dat het gros van al die mensen die nu positief getest zijn geen klachten hebben, niet ziek zijn en dat het dus feitelijk onjuist en zeer misleidend is om hierover besmettingen
te spreken. En wil de heer Paternotte hier nu ook op gaan letten dat hij stopt met dit fake news en mensen gewoon het eerlijke verhaal vertelt? De heer Paternotte. Ja, voorzitter, het is totale onzin, kletsflauwekul wat de heer Van Meijer hier zegt. Op een paar punten. Allereerst heeft de heer Van Dissel dat vorige week ook laten zien, waar iets van 630 positieve testen bij testen voor toegang. Dus dat verklaarde echt maar een heel klein deel van de toename. Schreef het aan al iets van 10% van de toename van het totaal aantal positieve testen toe. En een besmetting is alleen als je klachten hebt. Nee, er bestaat ook zoiets als asymptomatische besmetting. Dat betekent dat iemand besmet is, maar geen klachten heeft. Dat kan nog steeds. En dan kan je het virus ook nog steeds overdragen. Dat zal denk ik in heel veel gevallen ook een van de redenen zijn dat mensen het overdragen. Want als ze klachten hebben, hebben ze natuurlijk een goede reden om thuis te blijven. Terwijl als ze niks merken, dan heb je vaak ook niet door dat je het virus hebt. Dus dat bestaat ook. Ja. De heer Van Meijer, uw laatste vraag. De leugen dat ook mensen die asymptomatisch besmet zijn het virus kunnen overdragen is al lang en breed ontkracht. Maar dat doet nog niets af aan het feit dat waar de heer Paternotte het constant heeft over besmetting, gaat het louter en alleen over de positieve tests. En het feit is dat lang niet iedereen die positief getest wordt ook daadwerkelijk besmet is. Dan moet zo'n virus namelijk eerst je lichaam binnendringen, wat heel vaak gewoon niet gebeurt. Dus hoe dan ook, als de heer Paternotte bij de positieve test constant spreekt over besmettingen, is dat feitelijk onjuist, zeer misleidend en ik vraag hem hier dan ook mee te stoppen. Dank u wel. Tot slot. Voorzitter, alle instituten die hier onderzoek naar doen, of je het nou hebt over de Wereldgezondheidsorganisatie, ICD, het Europese RIVM, Amerikaanse RIVM, CDC, of onze eigen RIVM, dan constateren ze dat asymptomatische besmetting wel degelijk kan plaatsvinden. Dus wat de heer Van Meijer net zei, dat gaat in tegen alle gezaghebbende wetenschap in de wereld. Dank u wel, meneer Paternotte. Dank u wel. Er zijn een aantal vragen. Allereerst de heer Van Meijer van Forum voor Democratie. Uit uw gang. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, steeds meer mensen zien dat het een grote leugen is dat het huidige coronabeleid ertoe dient om onze volksgezondheid te beschermen. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag op waarom dan al die afschuwelijke maatregelen worden getroffen die onze hele manier van leven, onze hele samenleving kapot maken. Nu zijn er een aantal invloedrijke globalisten die naar eigen zeggen de coronacrisis zien als een enorme kans om onze wereld te resetten en dus een pervers belang hebben om deze crisis nog even voor te laten duren. En een van deze globalisten is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. En mijn vraag aan de demissionair minister-president is, hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Ik ken het boek niet, voorzitter. Maar ik zou de heer Van Meijer willen adviseren om niet al te veel in al die conspiracy-theorieën. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat 9/11 niet heeft plaatsgevonden of dat het allemaal anders zit. Ontzettend knap in elkaar gezet. Maar het is meestal wat het is, een conspiracy-theorie. De heer Van Meijer. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn boek. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven, maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alstublieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een nette brief is, waarin je helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kast tot kast kunt lezen, maar wel degene die je toestuurt een vriendelijke brief wil terugsturen. Nou, dan zegt de heer Rutte dus eigenlijk dat hij niet heeft gelogen tegen mij, maar tegen de heer Klaus Schwab. Ik was diplomatiek. Maar laat ik dan hier direct alsnog de vraag stellen. De heer Klaus Schwab die pleit in zijn boek voor het resetten van onze wereld, om onze nationale parlementaire democratie te vervangen door een globale technocratie. Hij pleit ervoor dat er een einde komt aan privébezit. En de heer Rutte is zich er kennelijk niet eens van bewust dat hij dit een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst heeft genoemd. Hoe is het mogelijk dat de heer Rutte een waardeoordeel hecht aan een boek met een neocommunistische boodschap, terwijl hij dat boek niet eens gelezen heeft? Dank u wel, de minister-president. Jongen, Klaus Schwab is oprichter van het World Economic Forum. De man heeft zijn hele leven in dienst gesteld om
de private sector, politiek, NGO's bij elkaar te brengen om een dialoog te voeren hoe je deze wereld verder kunt helpen. Ik heb het grootst mogelijke respect voor hem. Ik ben het niet met alles met hem eens. Ik heb het andere boek van hem wel gelezen over de vierde industriële revolutie. Dat vind ik wel een erg mooi boek, dit boek niet. Persoonlijk groot respect voor professor Klaus Schwab en zijn levenswerk met het World Economic Forum, wat denk ik van groot belang is als platform om elkaar te kunnen ontmoeten. Waar ook heel veel jonge mensen een kans krijgen, waar van grote vraagstukken rondom klimaat en milieutransities en energietransities tot en met hoe we onze toekomstige industrie goed kunnen opzetten, discussies plaatsvinden en volle openheid voor iedereen zichtbaar. Geen reden om te twijfelen aan de intenties van Klaus Schwab. De heer Van Meijeren. Tot slot, want ik zou zo dadelijk ook nog graag een interruptie aan de demissionair minister De Jonge willen stellen. Maar ik zou het wel zo netjes vinden als de heer Rutte even corrigeert richting Klaus Schwab. Dat hij helemaal niet vindt dat zijn boek een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst biedt. Dat hij het niet heeft gelezen en dat hij dit geen goed boek vindt, zoals hij in zijn laatste reactie zegt. Dat lijkt me toch het minste wat we van een... Die samenvatting laat ik even voor de spreker. Maar de heer Schwab volgt op de voet alle Tweede Kamerdebatten. Dus dat komt goed. De heer Van Meijeren, Forum voor Democratie. Ja, voorzitter, ik zou graag een punt van orde maken. We hebben afgesproken dat we 6 interrupties in totaal mochten gebruiken aan de bewindspersonen. Ik heb er nog 2 over. En het betreft een zeer fundamenteel punt, namelijk over het vaccineren van kinderen. En als u nu in één keer tussen neus en lippen zegt, ja, je mag nu alleen nog maar 1 korte vraag stellen en zonder inleiding, dan is dat uw goed recht. Maar dan zie ik nu af van deze interruptie en dan ga ik hier op een later moment nog een keer goed op in, want dit leent zich er niet voor om hier af te raffelen. Ja, daar heb ik respect voor. Kijk, een interruptie is een korte vraag of een korte opmerking. Iedereen heeft 6 kansen gehad om een vraag of opmerking, maar het is vrij lang. Dus als u een andere inschatting maakt, prima, maar u krijgt wel de gelegenheid om eventueel nog een korte vraag te stellen. Ja, dan kom ik hier op terug op het moment dat ik daar de ruimte voor heb om het zowel om mijn 2 interrupties te gebruiken. Ja, snap ik. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. In mijn eerste termijn wees ik er al op dat het coronabeleid is gebaseerd op de grote leugen dat die maatregelen allemaal noodzakelijk zouden zijn om onze volksgezondheid te beschermen. En toen ik hier tijdens het debat op doorvroeg, toen merkte ik dat er ook daar weer met het grootste gemak leugenachtig op geantwoord wordt. En waar ik van schrik, dat is dat dit gebeurt met een schaamteloosheid die zijn weerga niet kent. Het lijkt alsof deze bewindspersonen, die onze maatschappij enorm schaden, van liegen hun tweede natuur hebben gemaakt. En om echt goed tot de waarheid te kunnen komen, want FVD zal blijven strijden tot de waarheid aan het licht komt, is noodzakelijk dat nu een parlementaire enquête wordt georganiseerd, zodat wij deze verantwoordelijke onder ede kunnen horen en ook echt door kunnen vragen. En daarom dien ik nu de volgende motie in. De Kamer, gehoord de beraadslaging, besluit een parlementaire enquête te houden in zaken het coronabeleid van de Nederlandse overheid en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.